Vanavond werd in Amsterdam de Playboy onthuld met Brit Dekker op de cover. De realityster ging op het zonnige eiland Lanzarote uit de kleren voor het mannenblad. Helaas, voor Brit en Playboy lekte de foto's al eerder uit. Maar dat mocht de pret vanavond niet drukken. 3, 2, 1, go! Tijdens de shoot voelde Brit zich als een vis in het water. Het resultaat mag er dan ook zijn, volgens haar. Ja, ik ben super blij met de kapper. Ik heb ook zelf uitgekozen. Ik ben echt heel blij mee. Is het gek om jezelf zo terug te zien? Ja, het is wel heel gek om zo naar jezelf te kijken. Want als ik die foto bekeek, staat er ook nog andere mensen bij van de redactie en zo. In het begin was dat wel een beetje moeilijk, maar nu ben ik ondertussen al gewend. Helaas kon men de foto's al eerder bewonderen op internet, nadat ze waren uitgelekt. Ik vond het heel erg dat ze waren uitgelekt, want je bent er nog niet klaar voor. Ik moest hem echt een beetje naar dit moment toe leven. Dus ik vond het wel heel erg, maar ja, uiteindelijk, die leeft het toch wel. Hoop jij nog dat er nog juridische stappen ondernomen gaan worden? Worden zeker juridische stappen opgenomen en al moeten bij Albert Heijn gewerkt om die advocaat te vrouwen. Die man gaat een gezicht krijgen die dat vandaag voor vrouwen. Voor Brit was het al met al een ervaring om nooit meer te vergeten. En de reacties van de aanwezige BN'ers liegen er niet om. Wauw, wat een lekker ding. Wat een lichaam. Ik vraag me af of Brit ook gewoon echt heel veel sport. Oh, is hij gewoon een strak buikje? Let weten, de foto's zijn hartstikke goed. Weet je, Carrie Hermes, is toch een kunstenaar? Brit is gewoon, heeft een mooi figuur, is een mooi meisje om naar te kijken. Ik vind het heel erg leuk dat ze dit meemaken. Ik hoop als ik ooit een vriendin krijg dat zo Brit lijkt. Dus ik hoop eigenlijk dat ooit mijn vriendin Brit wordt eigenlijk, maar... Ik zal zo even lief aan haar vragen. Kunnen we zo wel regelen met ik heb nog een ring bij me. Ik denk dat ik zo meteen op mijn knieën. Oh, kijk. Ja, als ik op mijn foto als ik nou mijn knieën ga en ik zie zo'n foto, dan laat ik wel van even hangen. Dan klik ik niet tegen mijn navel aan. Het is zeker een ervaring die altijd bij zal blijven, ja. Maar ja, het is gewoon heel bijzonder. Het is heel gek wat jij eigenlijk niet doet na het fotograferen. Vanaf morgen ligt de tijdschrift in de winkel.